Breda Nu. Dank en Lurmans heeft ervoor gezorgd dat het Songfestival komend jaar naar Nederland mag komen. Zou Breda een geschikte stad zijn? Nou, dat zou kennen. Alleen, er zullen wel meer kandidaten zijn om dat te willen hebben, hè? Nou, ik denk helemaal een super geschikte stad. Oké. En waarom? Het is een mooie, gezellige stad. Er is altijd veel te doen hier. Altijd veel mensen, dus de belangstelling zal heel groot zijn hier. Ik denk van wel, ja. Zeker weten. Ik denk het wel. En waarom? Nou, we hebben een hele mooie gelegenheid bij Breepark. Daar kan genoeg mensen in. We hebben genoeg hotels en alles voor gasten, dus laat maar komen. Gezellig, toch? Ja. Op zich vind ik het wel een geschikte stad. Alleen, ik qua organisatie en, hoe moet ik het zeggen? Ja, om te logeren, zeg maar, als je hier komt. Weet ik niet of dat jullie dan voldoende capaciteit hebben qua hotels. En wat zou je zeggen van de stad zelf? Zou dat geschikt zijn voor een Songfestival? Ik denk het niet. En hoezo niet? Nee, ik zou niet weten wat de geschikte locatie is. Het is allemaal eigenlijk te klein hier. Ik denk het wel. Ik ben bang voor wel. Ja. En qua gezelligheid prima, maar ik denk qua locatie, nee. Zouden jullie Breda een geschikte stad vinden voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar? Dat denk ik wel. Ik moet even goed nadenken over waar het zou moeten zijn. We staan hier voor de Grote Kerk, is natuurlijk een mooie locatie. Maar dat is niet voor alle muziek geschikt, zeker niet voor het Songfestival. Maar ja, er wordt gesproken over het Breepark. Daar hebben we natuurlijk een hele groot evenement lokaal. Ik denk dat het daar zou kunnen. Het zou wel een uitdaging zijn voor Breda. Ik zou het wel leuk vinden als het in Breda was. Ik hou me helemaal niet bezig met het Songfestival, eerlijk gezegd. Nee, en als hij Breda komt, vind ik het prima. Dat is hartstikke leuk, maar ik hou mezelf eigenlijk niet zo mee bezig. Denkt u dat de stad het aan kan? Zoveel mensen, zoveel landen die hier naartoe komen? Nou, als je ziet hoe druk dat het hier altijd is als er wat georganiseerd wordt. Dus daar kunnen ze wel aan, denk ik. Ja, denk ik wel. Breda Nu.